Vrienden, hier is kokkie Harry weer even. Ja, 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 ja. Kijk, dit heb ik gesneden net. Dat is 300 gram runder soepvlees. Ja, want het is vandaag de grote dag van Harry's kroket. Let op, daar gaan we. Dus eerst gaat er 300 gram runder soepvlees in een pannetje. Die hebben we, hè. En daar gaat bij 400 milliliter water. Hup. Je gaat zo het pannetje. Wat dacht je van een leuk kruidenbuiltje? Ja, die gaat er ook in. Hop. En een blokje runderbouillon. En dit gaat op het vuur. Daar komt ie. Daar gaat de deksel op. En dat laten we lekker een uurtje zeuren. Ja, rundervlees uit de pan gehaald. En dan ga je dat dus heel klein en fijn snijden. Kijk, hier. Hele kleine stukjes. En als je dat dan even gedaan hebt, ja, dan krijg je dus dit. Ja, echt rundervlees, hè? Hey, de bouillon, ja, van het vlees, die gaan we even zeven. En daar heb je maar 200 milliliter van nodig. En we gaan door. 30 gram boter in de pan. Hoppakee. Boter helemaal laten smelten natuurlijk, ongezouten boter. En dan 30 gram bloem erbij. Hop. Zo. En dan langzaam roeren. Langzaam roeren. 2 minuten lang. En daar gaat dan de helft van de bouillon bij. Zo. Nou, even kijken. De helft. Nog een beetje. En intussen blijven roeren. Zo. En daarna gaat er beetje voor beetje bij, hè. Heel klein beetje erbij. En weer roeren. Ja, 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 ja. Begint al Harry's kroket te ruiken. Ja. Peterselie gaat erbij. Hop. En het rundvlees. En dat gaat dan weer even roeren. Dan gaan we weer even roeren. En dat gaan we weer 2 minuten laten staan. Peper gaat er natuurlijk bij. Dat is duidelijk. Zout natuurlijk. En dan scheppen we dit dus in een diep bord. Kijk. Zo. Ja. En dit gaat 2 uur de koelkast in. Ja, we zijn een paar uur verder nu. Ja. En we gaan met die ragout die in de koelkast stond. Ja. Gaan we. Kijk. Dan gaan we dat draaien. Let op. Hier. Zo. Kijk. Zo draaien. Een beetje. Hup. De vorm van. Ja, van een kroket. Dan gaat dat eerst door de paneermeel. Door de paneer. Goed door de paneermeel. Dan gaat hij. Hop. Hier door. Geklopt ei. En dan gaan we weer door de paneermeel. Hup, bovenkantje, onderkantje. Zo. Nog even goed door de paneermeel. Harry's kroket is klaar. Ja, en dan hup, netje in. 180 graden. En dan een minuut of 4. Hè. Hop, kijk, kijk, kijk. Ho, ho, ho. Het moment is daar. Ja, dan gaan we. Hup. Ja, kijk eens even zeg. Gaat die jongens. Harry's kroket, komt ie aan. Oh zeg. Ha! Ja, ja, ja. Dit is een echte runderkroket, jongens. Gauw maken.